Hallo, dit is Aida en ze neemt jullie mee in de toekomst. Want binnenkort kan jij kennis maken met de wereld van morgen tijdens het Technologie- en Innovatiefestival Supernova. En vandaag Michael gaan ontdekken wat er allemaal te beleven valt. Kun je me wat water geven? Ook de voorraad is geconnecteerd aan de spiegel. In dit geval, je hebt me dat net verteld, je hebt een 43. Niet op stok vandaag, dat is geen probleem. Ik geef dat in, ik bevestig dat. Dat zit aan de kast. Dag heren. Hallo. Ik heb jou net een pak zien bestellen via een spiegel. Is dat waar we ons mogen aan verwachten in de toekomst? Ik hoop het wel, want dan moet ik minder tijd verliezen in de winkel. Maar ik vind het wel fascinerend om te zien dat je kunt laten inscannen en dat dan automatisch vooral de dingen, dat je assembles kunt gaan doen daarbij, zonder dat je het moet aantrekken en dat je kunt zien wat het effect is. Maar vooral ook als het niet aanwezig is in de winkel, dat je het dan kunt bestellen en dat het zonder als geleverd wordt. Dus jullie zijn de twee bezielers eigenlijk van het hele gebeuren. Van waar die nood? Waarom is dat zo belangrijk? Wel, we gaan echt in op elk aspect van het dagelijks leven, van mobiliteit, van wat gaan we eten, hoe gaan we ons verplaatsen, reizen, hoe gaan we wonen, hoe gaan we werken. En daar laten we zien hoe technologie kan helpen bij het leven van alle dag. En heel vaak hebben mensen het gevoel van oei, in technologie moet daar wat schrik van hebben. Hè. Gaat dat jobs afpakken? Wat gaat dat allemaal doen met ons leven? Wij willen laten zien, nee, dat gaat ons echt wel kunnen helpen in de toekomst. En we moeten ook tonen wat we vandaag hebben en hopelijk inspireert dat heel wat jonge mensen ook om zelf aan de slag te gaan. En liefst vandaag en niet morgen. Echo, take a picture. Dus tijdens het festival, wie kan hier eigenlijk allemaal terecht? Eigenlijk iedereen, van de kleine jongen tot de grootmoeder, kan eigenlijk hier langskomen. Het is gratis bovendien in het weekend. En de mensen kunnen hier komen naar de paviljoen en kunnen dat beleven. Dus eigenlijk is het de bedoeling om het zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het is echt een speeltuin van technologie. Dan ga ik nog eens de ronde doen en kijken waar ik mij mag verwachten. Oké, okay, super. Het gaat hier van 3D geprinte zonnebrillen tot zelfrijdende auto's. Dus kom naar het Toekomstfestival Supernova en proef zelf van hoe de wereld er morgen zal uitzien.